30 jaar zijn op wachten op u. Sorry, ik moest even gaan plassen. Excuseer. Maar ik ben er. Helemaal klaar. Oké, u krijgt 1 minuut vanaf nu. Ah, we zijn al begonnen. Oké, 1 minuut. Het volgende boek uit de literaire lente is van Johanna Spy. En de titel van het boek is Vlucht. Vlucht dus van Johanna Spy. Wanneer de Duitsers in 1914 Leuven binnenvallen en haar ouders en kinderen vermoorden, vlucht Marieke, het hoofdpersonage, een van de twee hoofdpersonages uit Vlucht, vlucht ze naar Nederland, waar ze werk vindt in een hotel. Daar ontmoet ze Sibylle. Sibylle is het tweede hoofdpersonage in Vlucht. Zij is de dochter van de eigenares van het hotel. Marieke geeft zich over aan losbandig gedrag en ze is zelfs zo promiscu dat ze wegens onwelvoegelijk gedrag naar een vluchtelingenkamp wordt verbannen. Waarom vertoont ze dat gedrag? Omdat ze eigenlijk de pijn wil verzachten. Nu, haar vriendin Sibylle, die heeft voor een teruggetrokken bestaan gekozen omdat ze haar liefde voor een Belgische officier niet werd beantwoord, tot ze beseft dat ze haar leven vergooit en dat ze eigenlijk initiatief moet nemen. Vlucht zich, dat is eigenlijk de twee levens van twee vrouwen die elk op hun eigen manier omgaan met liefdeverlies en verlangen. Sorry, ik wou het toch nog even bij zeggen. Excuseer. Joepie. Ik was 19 toen ik stierf en alles wat daarvoor gebeurde ben ik vergeten. Slechts hier en daar een fragment, een geur of een woord dat overbleef, maar de film kan ik niet meer reconstrueren, zelfs niet in een stank van chemicaliën. Ik kan u alleen vertellen hoe ik denk dat het is gegaan. Mijn moeder wilde dat ik naar de oorlog ging, zoals alle moeders dat leken te willen. Je zag hen overal in de stad, op straat en in het station, terwijl ze hun zonen geestdriftig omarmden en naar de klaarstaande treinen voerde. Mijn vader zei dat dit typisch iets voor Pruisen was. Ze werpen kinderen om hen zo snel mogelijk weer te laten sterven. Hij was niet zo, is niet zo. Een dichter en de enige pacifist in heel de stad, denk ik. Hij schreef over ongerimpelde vrouwenhanden en zoete kinderen. Of over koeien die tevreden hun kalveren zoogden. Nooit over de echte wereld, dwaze man. Hij wist dat ik op deze manier zou eindigen.